Hey allemaal, ik ga jullie eventjes uitleggen hoe je makkelijker je doelen kunt vinden in de werelden van Genji. Ik stuur jullie allemaal de handleiding van alle leerlijnen. Dit is het scherm wat jullie als leerlingen zien. Dan zie je hier bijvoorbeeld begrippen, luisterwoorden, nadenkwoorden, weetwoorden. Nou, dan zie je hier de leerlijn van Genji. En dan zie je hier bovenaan staan begrippen. Dat is exact hetzelfde als hier de allereerste tegel. Nou, achter begrippen zitten dan de volgende tegels. Klanken en letters, woorddelen, uitspraak, woordvormen, woordsoorten enzovoort. En hierboven staat groep 3 tot en met 8. Dat betekent dat het allereerste wat we in groep 7 tegenkomen, voornaamwoorden zijn. Nou, dat betekent dus dat er een tegel voornaamwoorden is. Als ik nou op die tegel klik, betekent dat dat daar ook nog 4 tegels achter zitten. A, B, C en D. En tegel A is dan het persoonlijk voornaamwoord. Nou, dat gaan we even bekijken. Dus we gaan Genji Kids naar begrippen. Daar zagen we klanken, letters, woorddelen, woordsoorten en voornaamwoorden. Dat was het eerste wat we in groep 7 tegenkwamen. En daar zou A, B, C en D achter moeten zitten. Waarvan A het persoonlijk voornaamwoord. Dat klopt. Dus op die manier kun je door de hele leerlijn alles zoeken, begrippen. Daarna komen de luisterwoorden. Nou, per groep kun je dan bekijken waar zit dat. Als je nou wil zoeken in dit document, dan duw je op de combinatie Ctrl, Ctrl-F. Dan komt daar in beeld een zoekbalkje en daar zoek jij bijvoorbeeld op bij voeglijk naamwoorden. Nee. Dan hoef je maar een klein stukje van in te toetsen en dan gaat die daar, springt die dan automatisch naartoe. Nou, wat je dan nog hoeft te doen is even kijken hierboven welk eiland. Nou, dat zijn dus de nadenkwoorden, dus vanuit de nadenkwoorden ga ik naar de bijvoeglijk naamwoorden. Dan kan ik dus hier terug. Dus ik moet naar de nadenkwoorden. En vanuit de nadenkwoorden kom ik bij de bijvoeglijk naamwoorden. Op die manier kun je die dan gebruiken.